ik zag dus één en ik hoorde mijn familie en mijn vrienden en alle Nederlanders op het podium of op, in het publiek echt helemaal losgaan. En nou ja, zelf, ik wist, ik kon niet eens meer nadenken. Linda! Hallo! Is dat wel eens voor je gezongen? Linda, Linda, Linda. Een paar keer. Ja? Gefeliciteerd met je zilveren medaille. Dankjewel, dankjewel. Had je ooit gedacht dat een Brabants meisje een zilveren medaille op de Paralympics zou winnen? Nee, eerlijk gezegd nee. Nee. Maar het is zo. Was het een verrassing voor je? Ja, ja, zeker. Ik had het niet verwacht, maar nee. Ik, na de eerste run, toen ik zag dat ik tweede stond, toen dacht ik al echt van oké. Ik was verrast, maar ik weet dat je dan nog een tweede run moet doen. En, ja, waarom was je verrast? Ja, omdat al die meiden die ja, er zijn gewoon echt. Ik moet dan echt een goede run skiën om daarbij te komen. Ja. Maar ik wist wel toen ik over de finish kwam, de eerste run al, toen wist ik al, oké, dit is een goede run. Dit is, ja. Ik kan hier mee in de buurt komen. Ja. En in die tweede run, heb je dan ergens gevoel dat je denkt van, nou, dit gaat heel goed. Dit gaat heel goed. Die tweede run? Ja. Nou, ik wist aan het starten, wist ik gewoon van, oké, ik moet nu echt gewoon, weet je wel, Lin, je moet gewoon echt 100% gaan, want als je dat niet doet, dan stel ze gaan je sowieso inhalen en hoe kom je dan beneden? Dan heb je echt een gevoel van... Ik heb het laten liggen. Ik heb wat laten liggen, ja. Dan kan je beneden en dan zie je natuurlijk het groen. Ja. Nou, ik zag één. Ik zag heel groot één staan. Okay. Toen wist ik van, oké, ik heb een medaille. Ja. En ja, dat... En wat gebeurt er dan eigenlijk in je lichaam? Of in je hoofd? Waar gebeurt het? Ik kwam over de finish en ik zag dus één en ik hoorde mijn familie en mijn vrienden en alle Nederlanders op het podium of in het publiek echt helemaal losgaan. En nou ja, zelf, ik wist, ik kon niet eens meer nadenken. Ik wist het niet, ik was echt... Je hebt nog wel, ik zag je wel juichen. Ja, zeker, ja. Dus dat een reflex is juichen. Ja, inderdaad, ja. En de weg hierheen, hoe was die? Lastig. Lastig? Nou ja, ik ben 3 weken voordat we naar de Spelen gingen, ben ik heel hard gecrashed in Canada. Ja. En was tijdens een downhill training. Ja. En daar had ik nog wel last van inderdaad, met de start van de Spelen. Waar heb je last van gehad? Van mentaal of echt lichaam? Ja, mijn pink was gebroken en mijn rib, de kraakbeen van mijn rib aanhechtingen bij mijn buikspieren was beschadigd geweest. En hoe gaat het met je pink? Nou ja, prima weer hoor. Ik heb mijn handschoenen nog aan elkaar getaped, maar verder... Oké. De toekomst bekijkend. Ga je door? Ik wil wel door, maar ik wil op een gegeven moment ook wel weer kinderen. En, dat is wel lastiger natuurlijk als vrouw zijnde. Maar wie weet is het te combineren of ik weet niet wat de toekomst brengt. Deze heb je voor altijd, deze zilveren medaille.